Ciao Sicilia. Een ik vertrek verhaal. Marelle Broersma. De Creme Compagnie. Een dolle rit naar het zuiden. Een sfeervol dorpje op Sicilië. Een dorpje dat wereldberoemd is om zijn. In dit dorpje komt aan de terecht na een dolle rit door Italië, Monica. Op het moment dat Anne de envelop in een brievenbus laat vallen, weet ze dat ze nooit meer terug kan. Haar werk als chocolatier, haar echtgenoot Benny en haar vriendschap met Daan, alles moet ze achterlaten. Haar leven zal nooit meer hetzelfde zijn. Ze vertrekt naar het Italiaanse eiland Sicilië in de hoop dat ze daar nooit gevonden wordt. Volg hier in de komende weken, maanden allerlei leuke achtergrondweetjes van het verhaal. Marelle Broersma. Een ik vertrek verhaal. Ciao Sicilia. Het dorpje ligt verstopt in een vallei tussen twee heuvels, waar de Corso Umberto doorheen slingert. Er zijn restaurantjes en winkeltjes. Maar wat vooral opvalt is dat op elke straathoek en in elk cafeetje chocola verkocht wordt. En dan niet één smaak, maar wel honderden. Je snapt nu zeker wel waarom ik me liet verleiden om daar op research te gaan. Monica ligt in het zuidoosten van Sicilië en staat bekend om zijn chocola. Maar het is meteen ook een van de best bewaarde geheimen van het eiland Sicilië. De chocola wordt daar nog gemaakt volgens de tradities van de oude Azteken. Ciao Sicilia.